Hallo iedereen, dit is alweer het derde filmpje in mijn serie waarin ik ga reageren op AO Beam en dan specifiek hun filmpjes over geloofsopbouw. Die serie van hen heet Denkstof, er zijn er ongeveer 20 van en vandaag gaan we eindelijk echt beginnen aan die serie. Hun allereerste filmpje begint natuurlijk meteen krachtig met een heel interessant onderwerp, seks voor het huwelijk. Dus laten we eerst even gaan kijken wat zij erover te zeggen hebben. En dan ga ik uitleggen wat ik geloof en waarom ik vind dat dat waar is. Hoi en welkom bij Denkstof, waar we nadenken over thema's die ons bezighouden. Ik ben Joram en dit is onze huistheoloog, Reinier Zonneveld. Wauw. Reinier, kun jij iets theologisch zeggen, zodat we even weten dat het menens is? God. Misschien wel de meest gestelde vraag. Seks voor het huwelijk, ja of nee? 1 Korinthe 7. 1 Korinthe 7, hops, op het scherm. Het is beter dat mensen getrouwd zijn, anders gaan ze misschien verlangen naar verboden seks. Wie zegt dit allereerst? Ja, Paulus. Dus de Bijbel is er heel duidelijk over, seks voor het huwelijk? Nee, dat doen we niet. Ja, dus dat merk je. Dus de Bijbel is er heel helder over. En tegelijk zit je als je de Bijbel uitlegt, altijd met het ding dat het in een andere cultuur is geschreven. Dus bijvoorbeeld in de 10 geboden staat dat je vee, dus je schapen en je koeien, een rustdag moeten hebben. Okay. Ja, ik heb geen schapen en koeien. Dus nee, het is, ik ook niet. Dus een dingetje, hoe vertaal ik dat? Hè? Er staat daar een regel, wat doe ik daarmee in mijn eigen leven? Nou, misschien is dat, ik moet zorgvuldig met mijn hond omgaan of zo. Of ik mag hem niet uitputten of iets dergelijks. Zoiets doen. Maar dan ben je aan het vertalen. Oké, ik zet hem op pauze. Zijn punt is dus, het is geschreven in een andere cultuur. Dus wat toen gold, dat geldt misschien nu niet meer. En als voorbeeld haalt hij daar eventjes, hoeveelste gebod is het? Volgens mij 4e of zo haalt hij aan. Exodus 20, als je het wil opzoeken. En het gebod dat hij aanhaalt is het 4e gebod. Dat is vanaf vers 8. En ik lees even uit de basisbijbel. Daar staat, houd je aan de heilige rustdag. Die dag is voor mij. 6 dagen mogen jullie werken, maar de 7e dag is mijn heilige rustdag. Dan mag niemand werken. Jullie niet, je zoon niet, je dochter niet, je knecht niet, je slavin niet, je vee niet en de vreemdelingen die in jullie steden wonen ook niet. Want in 6 dagen heb ik de hemel en de aarde gemaakt, met de zee en alles wat erin leeft. Maar op de 7e dag was ik klaar met werken. Die dag rustte ik. Daarom heb ik de 7e dag aangewezen als heilige rustdag. Die dag is voor mij. Dus eigenlijk vind ik dat misschien niet zo'n goed voorbeeld eigenlijk van een vers dat wel anders uitgelegd zou kunnen worden in deze tijd. Want het grote punt van dat vers is eigenlijk niet, je moet goed voor je dieren zorgen. Het zit er wel in, uiteraard. Maar het grote punt van dat vers is, je moet 1 dag van de week een rustdag hebben. En ja, dat kan tegenwoordig ook nog. Dus zelf vind ik dat niet zo'n handig gekozen voorbeeld van een vers dat je anders kunt uitleggen in deze tijd. Maar ik snap wel wat hij zegt. En daar gaan we het later nog even over hebben, of dat ook gaat over dit vers uit Korinthe. Dat speelt ook met seks. Dus er zijn twee duidelijke verschillen in die cultuur en in onze cultuur als het gaat om seks. Eén heel belangrijke is dat mensen in die tijd als tieners vaak al trouwden. Dus heel jong. Heel jong. Dus dat betekent dat als er een regel is, je mag geen seks voor het huwelijk, dat je eigenlijk helemaal niet zo lang ermee hoeft te wachten. Want ergens op je 14e, 15e begint dat interessant te worden. Lekker makkelijk. 1-2 jaar later ben je alweer getrouwd. Dus dat is niet een heel zware eis, zou ik maar zeggen. Een ander ding is dat er in die cultuur veel meer risico was dat je zwanger ervan werd. Je speelt met vuur, zou ik maar zeggen. Het is echt gevaarlijk in zo'n tijd om seks te hebben buiten een huwelijk waarbij het allemaal keurig geregeld is. Ja. En dat is in onze tijd natuurlijk echt anders, hè? De risico's die er zijn nu bij seks zijn vooral emotioneel op dit moment. Ja, dus het is eigenlijk een hele praktische tip van Paulus van doe dat niet, doe het binnen een huwelijk, want dan is het de grootste kans op een veilige voortgang, zeg maar. Ja. Oké, voordat we verder gaan. Hij maakt hier dus eigenlijk een punt. Waarom verbood Paulus seks voor het huwelijk in die tijd? En telt dat dan nog steeds voor deze tijd? En hij zegt eigenlijk nee. En zijn eerste reden is, mensen trouwden vroeg. Met de onderliggende gedachte eigenlijk, ze hoefden zich niet zo lang in te houden. En dat hoor ik wel vaker, dat mensen zeggen, ja, je kan wel tegen tieners zeggen, geen seks voor het huwelijk. Maar het zijn tieners, dat gaat ze niet lukken. En dat vind ik als tiener altijd een beetje beledigend, want ik heb zoiets van, natuurlijk, het kan moeilijk zijn, weet je. Ik ga niet zeggen dat het ontzettend makkelijk is of zo, maar
We zijn ook geen dieren die zeg maar gewoon zomaar op elk instinct afgaan en gewoon doen wat onze impulsen ons ingeven, weet je. En dat vind ik altijd een beetje met dat argument, dat ik zoiets heb van, oké, maar betekent niet dat we het niet kunnen, gewoon omdat het moeilijk is. Dus dat is er. En hij zegt ook nog iets anders. Het tweede ding, het was toen makkelijker om zwanger te worden. Of in ieder geval, het was toen moeilijker om niet zwanger te worden. Een van de twee. Voor allebei die dingen weet ik het eigenlijk niet eens. Hè? Ik ben geen historicus, dus ik weet niet of in die tijd christelijke mensen vroeger trouwden dan nu. Ik weet ook niet of in die tijd de anticonceptie beter of slechter was. Dus daar ga ik niet op in. Maar tegenwoordig kun je wel degelijk ook nog steeds zwanger worden. En dat zie je nog vrij vaak. Misschien minder dan toen, maar het gebeurt nog wel. Maar uiteindelijk, en dit gaat natuurlijk een beetje gek klinken, of het nou waar is wat hij hier zegt, hè, dat mensen toen vroeger trouwden en dat anticonceptie toen minder goed werkte, of niet, maakt eigenlijk niet zoveel uit. En waarom, dat ga ik zo uitleggen, maar dan moeten we eerst even verder luisteren. Dan mag het nu dus wel. Zou Paulus het nu anders schrijven als hij nu hier bij ons in deze studio zou zitten? Ik denk wel dat hij zou zeggen van jou, dat de kern van wat ik zeg gaat over, het is iets heel kwetsbaars, het is iets heel kostbaars. En ja. ga zorgvuldig met elkaar om. Dus wat je doet als je de Bijbel leest, is zoeken naar de kern van wat er staat. Ja. En de kern van wat er staat is iets heel kostbaars, het is te gek daardoor en daardoor ook juist daardoor dus kwetsbaar. Oké, en dit is waarom ik vind dat het eigenlijk niet eens uitmaakt of het waar is dat er toen zeg maar meer kans was op zwangerschap enzovoort enzovoort. Want hij zegt hier dus de kern van wat hier staat, maar het staat er niet. En als we nou eventjes gaan kijken naar de Bijbel, dit stuk, 1 Korinthe 7 volgens mij, ik haal het er even bij, ga ik het niet helemaal lezen hoor, maar ja. Nou, hier legt Paulus dus eigenlijk uit waarom hij vindt dat je beter niet kunt trouwen. Dus het gaat niet eens echt over seks buiten het huwelijk. Dat komt er gewoon bij. En hij zegt wel van tevoren, voor je zorgen gaat maken, dit is mijn mening, niet die van God. Het hele stuk, zeg maar, waarin hij uitlegt, oké, dit is waarom ik vind dat het beter is om niet te trouwen, zegt hij ook erbij van, dat is niet iets dat van God moet. Het is gewoon iets dat Paulus persoonlijk vindt dat het beter is. En dit stukje van, zeg maar, als je je niet kunt beheersen, zegt hij eigenlijk, dan moet je maar wel trouwen. Wat meneer Sonneveld hier dus doet, is eigenlijk zeggen van, je moet eigenlijk tussen de regels doorlezen bij Paulus. En bij de Bijbel in het algemeen. Maar dat is bij Paulus eigenlijk helemaal niet zo. Paulus is, als je door de Bijbel heen kijkt, Paulus is ontzettend duidelijk. Bij alles wat hij zegt, geeft hij ook redenen. En zeg maar de manier dat er dus nu met deze tekst om wordt gegaan, dat hij zegt van ja, maar we moeten eigenlijk iets erin lezen dat er helemaal niet staat. Want hij zegt natuurlijk, de kern van wat ik zeg is, seks is iets heel erg kostbaars. De kern van wat hier staat is dat Paulus gewoon vindt dat je niet moet trouwen, maar als je je niet kunt beheersen, kun je maar beter wel trouwen. Dat is wat hier staat. Niet van, seks is iets heel kostbaars, je moet voorzichtig zijn, dit is een praktisch gebod. Nee, dat staat er gewoon niet. En ja, Paulus is vrij duidelijk. Paulus geeft bij alles redenen. Dus daarom is het niet zo belangrijk of het nou klopt wat die verschillen tussen toen en nu. Want als dat echt de reden was om te wachten voor Paulus, dan had hij dat wel gezegd. Seks voor het huwelijk? Ja of nee? Nee. Nee? Vertel, nee. Waarom niet? Waarom niet? Nou, ik denk van seks is iets moois, iets speciaals. En dan kan je het beste voor een huwelijk gebruiken. Om juist de liefde en de relatie te bevestigen. Zijn er nooit moeilijke momenten? Nee. Nee. Nog nooit? Nee. Vind ik knap. Jij, Renier? Is knap. Ja. Ja. Tof. Ja. Oké, dit vind ik wel grappig. Wim zegt eigenlijk van, ik heb er nooit problemen mee. Dat kan trouwens, hè. Daar zal ik even bij zeggen. Ik heb ook niet zo heel vaak problemen ermee. Ik zit niet eens in een relatie, dus dat helpt al. En voor mij en voor Wim is het dus kennelijk niet zo moeilijk om die zonde te weerstaan. En als jij, als je dit nu kijkt, er wel moeite mee hebt, dat je denkt van ja, ik heb wel vaak dat ik erover nadenk en dat ik toch echt moeite heb om mezelf in te houden. Nou ja, dat kan. Iedereen heeft zo zijn eigen zonde die voor hem of haar moeilijker is te weerstaan. Ja, bijvoorbeeld videoclips gaan altijd over seks. Heel veel programma's die heel veel gaan over seks. Overal waar je kijkt is seks.
ja, denkstof bijvoorbeeld, gaat over seks. Ja, nee, maar dan denk ik wel van, ja, kom op jongen, het gaat altijd over seks. Maar het is meestal niet seks op een gezonde manier. Zoals hier gaan we er gewoon een gesprek over voeren. In de praktijk ben je wel eens in een situatie gekomen dat het ook lastig was? Ja, verschillende keren. Maar ik denk dat het toch belangrijk is, omdat dit ook iets is wat ik belangrijk vind. Dat het belangrijk is om je daar gewoon aan te houden en bij jezelf te blijven. Kijk, dat is dus bijvoorbeeld weer iemand die zegt van, nou, ik heb er wel moeite mee. Nou ja, dat kan. En hij is er ook heel eerlijk over. Dat het niet iets is waarvan je opeens je belandt met elkaar in bed en je denkt, oh, en nu moeten we het erover hebben. Want ja. dat is vrij laat om nog een serieus gesprek te hebben. Voer het gesprek met kleding aan. Heb het er met vrienden over, heb het er met ouders over, heb het er met God over. Ga erover bidden, weet je. En... Wat hij zegt klopt. Je moet het in ieder geval met God erover hebben. Maar wat ik wel grappig vind, is natuurlijk... Zijn allereerste ding is zeggen, je moet het met vrienden over hebben. Ouders, God... En ik heb zo, dat is de verkeerde volgorde, jongens. Je moet het er eerst kijken wat God ervan vindt. En als je hulp nodig hebt, kan je het inderdaad aan je ouders vragen. En dan aan je vrienden. Dus dat is een beetje de verkeerde volgorde. Maar inderdaad, het is wel gelijk. Je moet altijd kijken wat vindt God ervan. Er zijn ook heel veel situaties dat de kerk heel uitgesproken is. Of dat ouders heel uitgesproken zijn. En dat het daardoor helemaal niet zo makkelijk is om daarover te praten. Ja, dus dan is het handig om een plek te zoeken waarbij dat wel kan. Misschien zijn er familieleden met wie je er opener over kunt praten dan met je eigen ouders. Op internet zijn er natuurlijk allerlei fora en weet je wel, dus er zijn echt wel plekken waar wel iets te vinden is. Ja, hier ben ik het dus wel echt mee oneens, want hij zegt eigenlijk als je ouders een duidelijke mening hebben die jou niet aanstaat, dat is niet erg. Dan kan je dus naar andere mensen gaan, kan je achter je ouders rug om naar iemand anders gaan die jou wel vertelt wat je wil horen. En als die het niet vertellen, kan je gewoon naar het internet gaan. En dan heb ik zoiets van, het internet is niet zo'n goede plek om je antwoorden te zoeken. Wat natuurlijk ook weer grappig is, want ik vertel jullie nu dingen via het internet, dus dat is dan wel weer zo. Maar fora en dat soort plekken, ja, natuurlijk kan je daar goed advies vinden. Maar wij als mensen hebben ook de neiging om te gaan naar de plekken waar mensen zijn die het al met ons eens zijn. En om daardoor op zoek te gaan naar de antwoorden die we willen horen. Dus daarom is het misschien niet zo goed idee om op het internet naar fora te gaan, waar ook andere leeftijdsgenoten zitten. Want dan heb je eigenlijk een beetje het gevaar dat je elkaar naar de mond gaat praten. Een beetje elkaar gaat vertellen wat je zelf wilt horen. En dat je dus uiteindelijk helemaal niet hoort wat God wil, maar wat al je vrienden willen eigenlijk, zeg maar. Of alle mensen op het internet. Wat nou als je er niet uitkomt samen? Ik denk dat bij seks dan specifiek handig is om zal ik zeggen, de nee-zegger of de tragere, om die eerder gelijk te geven dan degene die wat sneller daarin is. Ja, dat was dus het einde van het filmpje. Wat ik nog voor de rest wil opmerken is dat ik het vrij onduidelijk vind. Want het is natuurlijk de vraag, wanneer kan het nou wel? En het antwoord is er eigenlijk uiteindelijk niet zo heel duidelijk. Wanneer je er klaar voor bent, wat betekent dat? Dat ik me er fijn bij voel, dat hangt het dus af van gevoelens, wanneer het kan, of zo. Dat is vrij onduidelijk. Je hebt hier dus niet echt een duidelijke richtlijn van, kan het wel of kan het niet? En dat is natuurlijk wel moeilijk bij zo'n filmpje met advies, dat je zoiets hebt van, ja, maar ik wil gewoon weten wanneer het kan. En je gevoelens, die zijn niet altijd even duidelijk. Dus wat je de ene dag voelt, kan de andere dag veranderen. En dan kan je de andere dag daar spijt van hebben of zo. Dus dat vind ik niet zo duidelijk. Maar goed, nu mijn mening. Mijn mening is denk ik wel duidelijk, maar als je hem nog niet doorhebt, ik vind dat je inderdaad seks pas moet doen tijdens het huwelijk. En waarom denk ik dit? Nou, dat ga ik dus in dit filmpje en nog een volgend filmpje uitleggen. De Bijbel zegt eigenlijk niet ontzettend veel over seks tussen ongetrouwde mensen. Dus dan zou je denken dat je er dus niet veel over kunt weten. Maar je moet eigenlijk niet alleen zoeken naar een verbod van dit mag niet. Je moet ook kijken naar hoe God wil dat het wel gaat. Als seks op een bepaalde manier bedoeld is, ligt het voor de hand dat het niet anders moet gaan gebeuren. Er staat bijvoorbeeld ook niet in de Bijbel, je mag mensen niet afpersen. Dat betekent niet dat God er geen mening over heeft als je dat doet. Als je namelijk kijkt naar hoe je wel met andere mensen om moet gaan, is het duidelijk dat afpersing daar tegenin gaat. En zo is het ook met veel andere onderwerpen over andere seks. Wat ik in dit allereerste filmpje ga doen, is het huwelijk bespreken. Dan hebben we dus nog even niet over seks, maar gewoon algemeen de verbinding tussen een man en een vrouw die God heeft ingesteld. Over seks en waarom je een ceremonie zou moeten doorlopen voordat je met elkaar naar bed kunt, daarover ga ik het praten in het volgende filmpje. Dus de verbinding tussen een man en een vrouw, waarvoor heeft God die geschapen? Nou, het allereerste keer dat we het zien is om eenzaamheid tegen te gaan of voor gezelschap. In Genesis 2 vers 18 tot 24 zie je dat God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is
Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zei. En dan gaat hij laat hij Aram slapen, neemt hij een rib uit zijn lijf. Ja, in ieder geval. Neemt hij een rib uit zijn lijf en maakt hij daarvan Eva. En dan wordt Eva wakker en toen dan zegt Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Dus dat is het allereerste wat je ziet. Hè? God heeft de aarde gemaakt en er zitten allemaal dieren op en dat is heel mooi. Maar Adam heeft niemand die, net als hij, samen met God kan wandelen. Adam is eigenlijk de enige mens en dat is niet goed. En daarom maakt God voor hem een vrouw, dat ze samen door het leven kunnen gaan, zodat ze niet eenzaam hoeven te zijn. Nog iets waar het huwelijk voor is, is kinderen voortbrengen en opvoeden. Je ziet in het Oude Testament en het Nieuwe Testament geregeld dat kinderen als een zegening worden gezien. En in Genesis 1 zie je ook dat God tegen de mensen zegt, hij zegt: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Nou, waarom zou God dat zeggen? Wacht even, ik moet even mijn haar netjes maken hoor. Nou ja, een van de redenen hiervoor is dat God een God is van generaties. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 7 vers 9 staat: daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen, tot in 1000 generaties. Dus in normale mensentaal zegt hij eigenlijk: mensen die God gehoorzamen, die zullen zegeningen krijgen en de kinderen 1000 generaties na hen zullen dat nog doorhebben. Waarom zou dit voor God zo belangrijk zijn? Nou, door de Bijbel heen zie je dat God bezig is met een plan. Hij werkt ergens naartoe. En waar hij naartoe werkt is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar wij allemaal samen met hem gelukkig zullen leven. Maar daarvoor wil hij graag samenwerken met mensen. En omdat hij iets aan het opbouwen is, zie je dus ook dat mensen kinderen krijgen en die kinderen goed opvoeden, zodat zij ook weer met God kunnen samenwerken richting dat plan. En daarom zie je ook dat in de Bijbel, vooral Deuteronomium, staat ook vol met geboden en advies over opvoeding. Want het is belangrijk dat de kinderen door hun ouders worden grootgebracht als goede, godvrezende mensen. Nog iets waar het huwelijk goed voor is, is ondersteuning en elkaar compleet maken. In het eerdere stuk uit Genesis zie je dat God iets uit Adam nam om Eva te maken. Op die manier maakte God voor Adam een gelijkwaardige partner die hem gezelschap kon houden en hem kon aanvullen. En het is wel degelijk waar dat vrouwen kwaliteit hebben die mannen niet hebben en andersom. Mensen komen het beste tot hun recht als ze in een vaste relatie zijn met een geslacht. Daardoor kunnen ze elkaar aanvullen. Wat de een niet heeft, heeft de ander. En daarbij kunnen ze elkaar helpen en elkaar ondersteunen. Het huwelijk biedt ook een vaste sociale regeling. Door de hele Bijbel heen zie je dat vrouwen die geen mannen hebben, ondersteund moeten worden. De weduwen en de wezen zijn overal te vinden in de wetten, de psalmen, de spreuken, de profeten, de evangeliën en de brieven. Hieruit is het duidelijk dat God wil dat er voor mensen gezorgd wordt. Maar je ziet ook dat het kennelijk niet nodig is om voor getrouwde vrouwen en hun kinderen te zorgen. Waarom niet? Nou, zij zitten in een gezin waardoor ze al ondersteuning hebben en niet bang hoeven te zijn voor de toekomst. Op dit punt, een vaste, zekere basis, kom ik ook in de tweede video nog terug, want dat is een van de belangrijke redenen waarom het zo'n goed idee is om ook echt te trouwen. Dan is het huwelijk ook nog het symbool van het verbond tussen God en zijn kerk. In 2 Korintiërs 11, vers 2, geschreven door Paulus, staat: want mijn zorgzaamheid voor jullie komt van God. Het is net als met een huwelijk. Een vader laat zijn dochter met een man trouwen en wil dat ze trouw is aan die man. Zo heb ik jullie ook aan een man gegeven, Christus, en ik wil dat jullie trouw zijn aan hem. Dat is de basisbijbel. In de herziene Statenvertaling, die is vaak nog wat ingewikkelder, staat: want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als reine maagd aan Christus voor te stellen. En dit komt eigenlijk in de hele Bijbel voor. Eerst zie je dit in het Oude Testament, waar Israël en God als vrouw en man worden gezien. Als je het interessant vindt, kan je dat opzoeken. In Hosea 1 tot en met 3 zie je dat heel duidelijk. En in Jesaja zie je heel veel van dat soort vergelijkingen. Nou, en dan komt het Nieuwe Testament. En dat is natuurlijk voor ons als christenen, zie je, er komt een nieuw verbond. En dan zegt God eigenlijk: de kerk en God zijn als bruid en bruidegom. Dat zag je dus in het allereerste vers van 1 Korinthe. Dan zie je dat ook nog in Efeze 5. Dit gaat eigenlijk heel veel over getrouwd zijn, hoe dat eruit hoort te zien en de rollen daarin. En je ziet daar ook in dat telkens man en vrouw wordt vergeleken met Christus en de gemeente. Dat zie je ook in Openbaring 19 vers 6 en 7.
En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dit is wanneer God terugkomt en je ziet hier de bruidegom is Jezus en zijn vrouw is de kerk die al heel lang op hem wacht en nu heeft, yes, eindelijk komt hij. En nog iets moois dat ik over het huwelijk wil zeggen is dat de Bijbel het ook wel degelijk ziet als een zegen. In spreuken zie je heel veel spreuken waarin wordt gezegd, ja, het huwelijk is iets moois, bijvoorbeeld spreuken 18 vers 22. Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden en de goedgunstigheid van de Heere verkregen. En ook in spreuken 19 vers 14, huis en bezit zijn een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw is van de Heere. Wat je hier dan eigenlijk ziet is dat God het huwelijk heeft gemaakt als iets tussen een man en een vrouw en dat die samen elkaar ondersteunen, er voor elkaar zijn, een beeld zijn van Christus en de gemeente, hun kinderen opvoeden in een veilige omgeving en dat ze een zegening voor elkaar zijn. Maar goed, wat heeft seks hier allemaal mee te maken? Is dat iets voor alleen tijdens het huwelijk of ervoor? Ik zeg dus alleen tijdens een huwelijk. Dat zijn eigenlijk de twee vragen die ik in het volgende filmpje ga beantwoorden. Waarom hoort seks eigenlijk alleen binnen het huwelijk? En waarom kan je eigenlijk niet gewoon zeggen, oké, nu zijn wij man en vrouw, we gaan samenwonen. Waarom moet je eigenlijk eerst, zeg maar, een hele ceremonie doorgaan? Waarom is dat nodig? Daar ga ik het dus het volgende filmpje over hebben. Dus, tot dan. Doei!